Hi! In deze video ga ik je uitleggen hoe ik gewoon heel simpel van een dagmake-up naar een avondmake-up ga. Soms is het gewoon dat je naar je werk moet bijvoorbeeld en daarna heb je verjaardag en je hebt geen tijd om naar huis te gaan of je woont te ver weg en je wil gewoon gelijk lekker door. Ik heb het ook wel eens op de zaak, weet je, dan heb ik eerst moet ik gewoon werken, daarna heb ik nog een business diner of wat dan ook en dan wil ik gewoon net even iets anders eruit zien. En dat ga ik met je delen. Ik heb nu eigenlijk gewoon dagmake-up op, gewoon heel simpel, heel natureel, gewoon ook er verzorgd uitzie. En ja, dit is een look waar ik gewoon me lekker in voel, maar ik wil nu eventjes iets meer uitpakken. Nou, ik laat eigenlijk alles zitten, ik haal alleen mijn lipgloss er een klein beetje af en de rest ga ik gewoon lekker uitbouwen. Nou, wat heel belangrijk is, als je een lipgloss eraf hebt gehaald of een lipstick eraf hebt gehaald, of als je gegeten hebt, dan heb je vaak een klein beetje een randje. Dus als je nu ziet bij mij ook, het is een beetje roder. En als ik dan lipstick op ga doen of andere kleur lipgloss, dan gaat het er heel rommelig en een beetje viezig uitzien. Dus wat we altijd doen op de zaak met fotoshoots en zo, moet er natuurlijk ook vaak een nieuwe kleur op. En wat je dus kan doen, pak ik de foundation. Zie je, dan zorg ik dat die randen helemaal weggewerkt zijn. Ik ga ook een beetje over mijn lippen heen, dan blijft de lipstick net iets langer zitten. Tada! Nou, wat ik ook ga doen is een klein beetje extra foundation aanbrengen. Gewoon dat hij net even ietsje heftiger is. En stel je voor, ik heb er zelf niet zo'n last van. Ik heb heel erg last van roodheid altijd, maar heel veel vrouwen hebben last dat als ze in de loop van de dag wat moeier worden, dat ze dan extra kringen onder de ogen krijgen. Gewoon dat ze wat moeier gaan lijken. Dan gebruik ik nu de retoucher. En de retoucher breng ik nu hier onder mijn ogen aan. Oké, ik dacht dat ik er geen last van had, maar je ziet mij ook een verschil. Zo, tada. Zie je, dan ziet het er gelijk weer eventjes wat frisser uit. Maar dat doe ik dus onder het oog. Maar ook hier, zodat het daar ook gewoon even lekker weer fris eruit ziet. En als je zegt, de foundation is prima, ik wil alleen nog een plekje wegwerken, dan kan je daar ook de retouchje voor gebruiken. Nou, wat ik nu doe is gewoon eventjes een klein beetje extra foundation van eroverheen aanbrengen. Dat is makkelijk met deze make-up. Kijk, ik ga gewoon lekker over de blush heen. Het maakt allemaal niet uit. Ik wil hier nog een klein beetje extra. Nee, dan vind ik het verder wel prima. Ik ga bronzer aanbrengen. Dat had ik vanmorgen niet gedaan. Ik heb vanmorgen wel blush gedaan, maar de bronzer niet. Dat ga ik nu wel doen. Breng ik hier aan. En hier. Dit ga ik natuurlijk ook voor overdag doen, hè? Maar daar had ik vanmorgen geen tijd voor. Dus ik ga hem nu ietsje uitbreiden. Ik ga hier een beetje de bronzer aanbrengen. En dat zijn natuurlijk alleen maar ideeën die ik gewoon met jou wil delen. Ik ga wel een klein beetje blush nog even extra doen. Ik doe ze nu ietsje strakker zo naar beneden. En dan heb je ook gelijk weer een andere look. In plaats van als je natuurlijk hier wat meer aanbrengt en dan een beetje lacht, dan krijg je natuurlijk een iets meer een ronde gezicht. En nu doe ik schuin naar beneden. Ik laat hem mooi doorlopen in de bronzer, dat is wel heel belangrijk. Tada! Nou, vind ik het weer te heftig, pak ik gewoon weer die foundation kwast, wat ik altijd doe. Eigenlijk is het zo'n automatisme geworden dat ik het altijd eigenlijk doe. Nou, wat ga ik nu nog even doen? Ik heb geen oogschaduw meegenomen. Ben ik vergeten. Maar geen probleem. Want ik heb de blush en de bronzer en ik heb ook nog een highlight. En nu zoek ik dit schuine kwastje. Dit is echt een van mijn favoriete kwastjes om oogschaduw aan te brengen. En ik ga nu de bronzer, ga ik hier mijn arcadeboog aanbrengen. Die bronzer is lekker gepigmenteerd. Wat ik heel mooi vind, want ik ga straks een knalkleur op zich doen, is dat deze kleuren ook al hier zitten. Dus mijn basis is heel rustig. Kijk, daar komt hij al. Ik heb hem nog niet helemaal mooi geblend, maar dat ga ik straks doen. Ik ga eerst de highlight even aanbrengen. Zie je, nu blend ik hem al een beetje mooi in elkaar.
En wat ik nu kan doen, is hier natuurlijk nog een kleur oogschaduw doen. Ik kan hier de blushkleur doen. Maar omdat ik straks een knalrode lipstift op ga doen, wil ik eigenlijk mijn ogen rustig houden. Dus daarom leg ik ook een highlight aan. En dit is echt zo naturel. Highlight en bronzer op je ogen. En ik blijf het ook gewoon echt mooi vinden. Voor overdag, voor 's avonds, met een naturele lipgloss, met een knalkleur lipstick. Ja, ik weet het niet. Ik blijf het gewoon vinden. En ik vind het gewoon makkelijk, omdat ik deze producten sowieso gebruik. Tada! En ik ga nog een klein beetje highlight hier aanbrengen. En wordt het dan wat? Nou, ik ga mijn wenkbrauwen nog een klein beetje bijwerken. Ik ben natuurlijk met die highlighter er een beetje overheen gegaan. En ik mag al ietsje strakker nog. Dus dit is de wenkbrauwpoeder. Nou, dat gaat wel wat worden, toch? En diezelfde wenkbrauwpoeder ga ik ook hier nog even aanbrengen. Ik had die vanmorgen al een klein beetje gedaan. Nu ga ik er gewoon nog een klein beetje overheen, dat die even iets intenser ook wordt. En aan de onderkant doe ik ook nog een klein beetje toe, hier iets donkerder maken. Zo, een klein beetje mascara eroverheen. Heb je nou zoveel dat je bijna niet weer door je mascara laag heen komt, dat je wat dikker op hebt of een beetje meer spinnenpootjes. Dan kan je ook nog eventjes zo'n wenkbrauwborsteltje, mascara borsteltje even er doorheen halen. Zodat je mascara er weer wat makkelijker doorheen glijdt. Je kan natuurlijk wel aan de onderkant nog mascara doen. Maakt allemaal niet uit. En nu de lipstick. Ik heb hier de True Love. En dat is wel echt zo'n gave rode kleur. Ik zie dat het heel bleek is in mijn lippen, maar dat geeft niet. Ik ga er gewoon lekker overheen. Daar komt ie. En ik maak het nog even af met een lipkwastje, zodat ik mooie lijntjes kan doen. Zo. Nou, lipstift erop. Ik ga even andere oorbellen in doen. Ook omdat deze zeer deden. Echt, ik weet niet wat het is. Een oorbelletje in. Zo, die vind ik iets feestelijker staan. En ik doe mijn rode trui aan. En wat heel grappig is, ik heb nu zwarte aan. En dan kan ik denken van wow, het is net even te heftig. De lipstift of de blush of de oogschaduw. Maar je zal zien, als je mij nu zo ziet, of dat ik mijn rode trui wil hebben. Pas dan kijk ik naar of het allemaal klopt met elkaar. Ik ben echt van mijn vesten. Ik vind dat zo lekker. Lekker makkelijk meenemen. Kijk, en nu heb ik mijn rode vest aan. Oké, mijn rode vest komt net van de waslijn. Er zit echt zo'n punt hier. Oh, echt. Wat ben ik weer lekker voorbereid, hè, mensen. Maar goed, sorry daarvoor. Maar goed. Nu kan ik dus pas echt goed zien of ik mijn kleurencombinatie goed vind. Of de lipstick niet te heftig is, dat het nog heftiger moet juist. Het kan ook zijn dat als je bijvoorbeeld een rode trui aandoet, of als je bijvoorbeeld een voor roze in te gaan, een knalroze, dat je blush bijvoorbeeld helemaal wegvalt. Dat kan natuurlijk ook, dat het opeens heel bleek lijkt. Dan kan je blush nog iets heftiger aanzetten. En vind je het juist te heftig, kan je het wat zachter maken. Maar goed, ik vind het precies goed zo. En ik ben klaar voor een feestdag. Ik kan natuurlijk mijn haar nog even losgooien. Maar dat laat ik even voor nu. Maar dat kan natuurlijk ook nog. Nog één tip. Wil je niet dat je lipstift op je tanden komt, dan kan je nog even zo doen. Dan zit de lipstift hier op je vinger. En dan is de kans dat hij op je tanden komt te zitten veel kleiner.
ik hoop dat je het leuk vond en dat ik je weer geïnspireerd heb. Dat hoop ik echt. En ik ben klaar voor een avondje uit. Alleen, ik ben net van huis en ik moet klussen vanavond. Dus ik ga met deze look gewoon klussen. Maar ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb. En ik zeg tot snel. Doei!